Dit is het grootste inzicht wat ik heb gekregen na meer dan 100 mensen te hebben geïnterviewd in mijn podcast. In mijn podcast interview ik mensen die topprestaties leveren. Dus denk aan topondernemers, topsporters of andere bekende Nederlanders. En wat me opviel is dat eigenlijk niemand is geworden wat ze wilden worden toen ze klein waren. Dus de meeste mensen die wilden profvoetballer worden als ze later groot waren. Maar ze zijn iets totaal anders gaan doen. En zelfs de profvoetballers wilden in de basis geen profvoetballer worden. Dus wat kan jij hiermee? Stel een doel, maar laat het vervolgens ook los, zodat er iets groters nog op jouw pad kan komen.